In het kader van de Nationale Borstkankermaand organiseert Bootcamp Bottendaal een speciale bootcamp training om geld op te halen voor Pink Ribbon. De bootcamp wordt zondag gehouden en begint om 10:30. Waar? In het Vondelparkje, tegenover het ROC Nijmegen. Ja, wij gaan hier zondag 18 juni gaan wij een bootcamp organiseren, een bootcamp tegen borstkanker. Het is eigenlijk opgestart door 3 studenten van de HAN, onder andere met mij. En dat zijn we samen in samenwerking met Bootcamp Club Bottendaal en met Paul van Heijden en Sandra Verwaal zijn we het op gaan starten. En daarbij is de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen voor Pink Ribbon. We hebben eigenlijk gewoon een hele gezellige dag waarbij je probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor Pink Ribbon. Een gezondheidsquiz gaan we houden, waarbij uiteindelijk een prijs te winnen valt. Dat is ook altijd leuk. Ja, 2 jaar geleden is een van de leden van Bootcamp Club Bottendaal getroffen door borstkanker. En eigenlijk is het nou wel weer bovenop, maar er zijn nog steeds zat vrouwen die eraan lijden. Dus daar willen we eigenlijk nu genoeg aandacht weer voor vragen. In 2013 werd bij mij borstkanker geconstateerd. En tot dat moment was ik eigenlijk altijd heel erg sportief. Iedere zondag sporten met sportclub Bootcamp Bottendaal. Nou, vanaf dat moment was het een jaar dus niet. Een heftige ziekte. Heel veel meegemaakt, chemo's, borstamputatie. Dus heftig verhaal. En exact een jaar na die diagnose hebben we deze bootcamp toen georganiseerd. En dat was voor mij echt het moment om dat jaar af te sluiten. En dat op een positieve manier te doen. Nou, wij sporten dus iedere week met Bootcamp Club Bottendaal. En nu aanstaande zondag doen wij ook weer gewoon onze training zoals we normaal doen. Maar dan hopelijk met veel meer mensen. Wat we doen, het zijn conditieoefeningen afgewisseld met krachtoefeningen. Oefeningen. En dan moet je denken aan opdrukken, burpees, met de armen, beenoefeningen, squatten. Dus lekker aan de conditie werken, conditiekrachtoefeningen, maar voor iedereen gewoon goed te doen. Nou ja, hopelijk veel publiek, dat zou mooi zijn. Veel donaties. We hebben donatieboxen van Pink Ribbon bij de bootcamp staan. Dus iedereen kan vooraf of achteraf geld doneren. Gaat allemaal in zijn geheel gaat het naar Pink Ribbon. Het is allemaal voor het onderzoek naar borstkanker. En we hopen hiermee een bijdrage te leveren aan verder onderzoek, wat gewoon belangrijk blijft voor de toekomst.